Even voor de studenten. De 6 heeft tot leiding. Op de tweede plaats de 1. En daarachter dan op de derde plaats paard 5. En die 5 komt naar de tweede plaats. En die gaat dan nog proberen die koploper te achterhalen. En we komen in de laatste rechte lijn. Hij komt met elke stap dichterbij. Everglide Rapida buitenzijde dan Galaxy Way. Dat is de twee strijd. Even halen. Ik moet nog oppassen voor een geweldig verbeterde Rosa de Lest. Maar het is in de laatste rechte lijn. Everglide Rapida. En die geeft het van zo lang zal zijn leven niet meer uit handen. Een hele mooie van Wim Brouwer. De 6 wint voor de 5. Dan de 1, de 3 en de rest. En daar komen de winnaars aan. Dank u wel, meneer Hacks. Ze zijn al gelijk officieel Everglide, Rapida. En Willem Brouwer, zo te horen, heeft Everglider hard voor moeten werken. Maar uh, hij is in veilige haven gekomen. Zeven jaar deze Handglider uit Royal Comics. Zweeds gefokt in het bezit van de familie Krebas. trainer, geweldig gereden hier door uh, Wim Brouwer. En de gouden speld wordt de heer Van Eijden overhandigd aan Wim Brouwer. En Wim is er blij mee. doosje gaat dicht en gaat denk ik even met Misha mee voor het gemak. Kunnen wij even bijpraten? Wim, gefeliciteerd. Uh, moedig dat je het uh, probeerde. Ja, Bas zegt, hij traint goed. En Misha had hem van de week gewerkt. En Bas had gezegd, één ding, rij naar de kop en het tempo hoog En uh, komt goed. Ja, want uh, zo'n koers als de vorige keer dat is natuurlijk frustrerend. Dat je weet dat hij het kan en hij pakt nooit het bit op. Ja, toen had hij natuurlijk een springer voor me. En daar uh, kon ik geen kant op. Ja, en uit het veld is hij gewoon anders van kop, af gaat hij het beste? Super, Wim. Dankjewel. Gouden speld bedankt aan de Nederlandse amateurrijdersclub Is overhandigd aan Wim Brouwer. Dank daarvoor. De club die uh, vandaag dus de koers uh, alleen voor de mannen had uitgeschreven. Het zorgde voor veel spektakel. En een hele mooie winnaar. Everglide Rapida. Eenmaal aan kop is die eigenlijk uh, bijna niet te passeren. En dat geschiedde dan in deze Gouden Speld. Het hoofdnummer van vandaag gaat naar uh, de Stalkrebas. Uh, Wim Brouwer. Gaat even met uh, ja, toch wel de co-trainster, mogen we gerust zeggen, onze gok op de foto. En ik uh, voel zomaar een uh, mooi applausje aankomen, Wim. Want we hebben 200 studenten die uh, de sfeer er goed in hebben zitten. En ik zou zeggen, jongens, uh, op de banken voor de winnaar van het hoofdnummer van vanavond, de winnaars van de Gouden speld En de Gouden speld is voor Wim Brouwer. En Everglide Rapida. Bocht uit 50 meter. De strijd om de gouden speld bars los. En kijk wat een start aan de buitenkant van Everglide Rapida. Dan is er veel gewonnen. Maar ook Erik van den Berg is snel weg. En Jaapje heeft eieren voor zijn geld gekozen. Hij ging gewoon van huis uit terug met paard nummer 4, French Kiss. Andere tactiek vandaag is kijken hoe dit uitpakt. Wat er vooraan gebeurt, pakt in ieder geval heel goed uit voor de paarden met speed daarachterin. Zoals bijvoorbeeld een favoriet in de vorm van paard nummer 5, Galaxy W. Maar aan kop van het veld, Everglide Rapida. Ja, dan krijg je hem toch lastig weg. En die gaat op weg naar de verre linkerbocht met een anderhalve lengte. Voor op de tweede plaats Eva Hallink. Daarachter is er dan aan de binnenzijde Vini Promise. En aan de buitenzijde Rosa Dalles. Aan de binnenkant zien we daar een galopade. Voor nummer 7 Continental. Lane. Ja, die heeft in zijn leven niet vaak de regeling gezien. En daar werd hij een beetje paniekerig van. En achter deze paarden hebben we dan French Kiss. En op de laatste plaats met aansluiting Galaxy Way. Hij moet ze allemaal nog voorbij, de favoriet. En we gaan inmiddels langs de rechter met twee rondes te gaan. En als een groot vorst aan de leiding. Wim Brouwer achter Everglide Rapida. Tweede plaats daarachter. Eva Hallink. En achter Eva Hallink volgt dan Fini Promise, En achter deze paarden volgt dan Jannes van der Putten met zijn Rosa Delist. Die wordt op een lengte gevolgd door het nummer 4 van French Kiss. En achter French Kiss hebben we dan aan de buitenzijde paardse nummer uh, 5 Galaxy Way. Het lijkt erop dat French Kiss het uh, vuile werk gaat doen voor Galaxy Way. En dat past in het straatje van de favoriet. Maar vooraan gaan ze snoeihard. En is de gouden speld uh, ja, nog lang niet bepaald hoor. Het is aan de kop van het veld. Everglide Rapida geeft de hele weg vol gas. Tweede plaats achter. Dan uh, die Erik van den Berg met zijn Eva Hallik, Dan ja, uh, Jaap Terstal. Hij ziet zijn twee concurrenten vooraan en probeert met French Kiss het op de harde manier te doen. Aan nou, de binnenzijde ook al aansporingen voor Fini Promes. En dit is het moment voor Ton de Wit om zijn Galaxy W-instelling te brengen. En ook Rosa de les gaat een spoortje naar buiten. Paarden gaan de laatste ronde in. En kijk, die Brouwer is zitten. Zeg. Hij gaat hier heel gemakkelijk aan kop van het veld met Everglide Rapida. Tweede plaats, hard aan het werk. Erik van den Berg achter Eva Hallink. Daarachter dan op dit moment de strijd voor plek 3. Waarbij aan de buitenkant Galaxy Way verreweg de beste indruk maakt. En die komt met Ton de Wit nu rond de huizen naar voren. En komt op een derde plaats uit. Maar heeft nog zeker 10 lengte toe te rijden. Tot die koploper Everglide Rapida. Tweede plaats, Eva Hallink gaat geweldig mee in dit geweld. En Ton de Wit, hij komt er elke stap dichterbij. Met Galaxy Way. Voor de studenten. De zes heeft tot leiding op de tweede plaats de één. En daarachter dan op de derde plaats paard vijf. En die vijf komt naar de tweede plaats. En die gaat dan nog proberen die koploper te achterhalen. En we komen in de laatste rechte lijn. Hij komt met elke stap dichterbij. Everglide Rapida buitenzijde dan Galaxy Way. Dat is de twee-strijd. Even halen. ik. Moet nog oppassen voor een geweldig verbeterde Rosa de Lest. Maar het is in de laatste rechte lijn. Everglide Rapida. En die geeft dat van zo lang zal zijn leven niet meer uit handen. Een hele mooie van Wim Brouwer. De 6 wint voor de vijf. Dan de 1, de 3. en de rest.